In een tweede deel ga ik preventie op de arbeidsplaats bekijken vanuit een andere invalshoek. Maar eerst wil ik iets vertellen over experimenteren, riskant gebruik, problematisch gebruik. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat experimenteren niet altijd overgaat naar riskant of problematisch gebruik. We hebben het hier over verschillende middelen, maar zeker ook toepasbaar op gedragsverslavingen zoals gokken of gamen. Mensen kunnen experimenteel gebruiken of recreatief gebruiken. Men gaat eens iets proberen om erbij te zijn, maar misschien ook om zich goed te voelen of onder groepsdruk. En mensen kunnen op een recreatieve manier gebruiken, bijvoorbeeld als ik naar een festival ga. Maar we hebben ook al gezegd dat er zeer riskant, eenmalig, overmatig of excessief gebruik kan zijn. Ook al is het maar eenmaal, de gevolgen kunnen groot zijn. Denken we bijvoorbeeld aan verkeersongevallen, arbeidsongevallen, maar zeker ook als er overmatig, excessief gebruik wordt, ook al is het maar één keer, kunnen mensen bijvoorbeeld op de spoed terechtkomen en sterven. Als men langer en meer gaat gebruiken, gaat het op een duur gaan we spreken over schadelijk gebruik. Dat betekent dat er schade is, gevolgen zijn, op alle levensdomeinen van de mens die gebruikt. Er komen problemen op gezondheidsvlak, op de arbeidsplek, naar relaties toe en als het gebruik zich verder zet, dan kunnen er stoornissen door middelengebruik ontstaan. Als we zien op welke manier mensen drugs of alcohol kunnen gebruiken, dan kunnen we stellen dat er heel wat interventies nodig zijn om te zorgen voor een goede geestelijke gezondheidszorg. En die goede geestelijke gezondheidszorg kunnen we voorstellen door deze waaier, die gaat van preventie over vroeg interventie naar behandeling en langere opnames. Als we inzoomen naar preventie op de werkplek, dan zien we eigenlijk vier vormen van preventie. Eerste, universele preventie. Tweede, selectief. Geïndiceerde preventie op de derde plaats. Maar ook belangrijk is dat er een integratie is van hervalpreventie of relapse prevention op het werk. Even inzoomen op die universele preventie. Een voorbeeld van universele preventie is de ontwikkeling en implementatie van een alcohol- en drugbeleid. Het doel van zo'n beleid is om niet bestraffend te zijn, maar om het ontstaan of de ontwikkeling van een middelengebruikprobleem te voorkomen. Belangrijk is het hier natuurlijk dat er ingegaan wordt op het functioneren van die werknemer. Dat hebben we straks gezegd, er zijn een aantal signalen die een leidinggevende heeft opgevangen en daarop gaat hij dan de werknemer aanspreken. Niet op een bestraffende manier, maar om te voorkomen dat er misschien een probleem ontwikkeld is of een probleem gaande is. Zo'n alcohol- en drugbeleid richt zich naar iedereen. In een bedrijf zit er ook een mix van gebruikers en niet-gebruikers. Een beleid is ook steeds op maat van een bedrijf. Het gaat dus niet over copy-paste en een beleid van een andere onderneming overnemen. Richt zich op de vier preventieniveaus, met dus inclusief rehabilitatie en reïntegratie. Het beleid steunt op drie invalshoeken. En wat zijn die drie invalshoeken? De werkomgeving, sociale interacties en het individueel middelengebruik. Zo'n beleid op de werkplek, zo'n middelenbeleid op de werkplek, moet steeds geïntegreerd zijn in een gezondheids- en veiligheidsbeleid van een bedrijf. Een ander voorbeeld van universele preventie is educatie, vorming en voorlichting voor alle medewerkers. We maken daar ook geen speciaal thema van, maar ook die vorming en voorlichting wordt geïntegreerd
en bestaande trainingen rond gezondheid en veiligheid. We gaan spreken over middelengebruik en de gevolgen ervan op de arbeidsplaats als een algemeen thema in gezondheid en veiligheid. Dus niet als een apart onderwerp. Dat is om te voorkomen dat er gestigmatiseerd wordt. Of dat er weerstand komt van de werknemers om alleen over dat onderwerp te gaan spreken. Een laatste voorbeeld van universele preventies is kijken naar de sociale relaties, positieve sociale relaties en ondersteuning op die arbeidsplek. Collega's kunnen heel steunend zijn als iemand een probleem heeft en kunnen ook helpen om mensen door te verwijzen naar hulpverlening indien het nodig is. We gaan daarbij ook wel kijken naar de sociale normen op de werkplek. Zijn die goed? Zijn dat aanvaardbare normen? Of zijn er misschien foute gepercipeerde normen waar bijvoorbeeld mensen denken, het is heel normaal dat we de vrijdagavond na het werk iets gaan drinken, want iedereen doet dat. En soms in de realiteit is dat helemaal zo niet het geval. Natuurlijk, als we rekenen op werknemers en op ondersteuning van collega's, moet er in dat beleid ook wel een aandacht zijn voor de ontwikkeling van peer support programma's. Tot daar universele preventie.